Goedemorgen. Goedemorgen. Hier is Nena, hier ben ik. Leuk dat je kijkt naar onze vlog. We hadden gisteren verteld van het warme water, dat het niet warm was. We hebben het ook hier met de afwas geprobeerd, dat was 30 seconden warm. En nu hebben we een bericht van José. Even kijken wat hij zegt. Hij zegt... I had not had that problem. I would have to go check and if there is a problem, call a plumber. Ik zal aan hem zeggen dat wij deze middag weg zijn, want we gaan even hier naar het dorpje of stad om te kijken wat er te doen is. Dat hij dan misschien even langs kan komen. Mag hij zelf kijken dat het koud is. Nou, dan moet hij maar even kijken hoe hij het oplost. Dus wij gaan vandaag een paar dingen doen. Wij gaan naar de stad hier. Een beetje kijken wat er te doen is. En misschien gaan we even wat lunchen ergens. Denk het wel. We gaan vandaag ook nog even kijken wat hier in de buurt allemaal te doen is. Wat we de aankomende dagen gaan doen. Ja. Je had misschien al een beetje gekeken? Ja, een beetje, maar ik was er nog niet echt uitgekomen. Oké, ja, dan gaan we samen vanmiddag even kijken. En ik ga dit nog een beetje editen, maar we willen ook nog een beetje rusten. Ja. En we gaan wat lekkers eten vanavond. Is het zo? Nou, ik bedoel eigenlijk gewoon het avondeten. Ja? Gewoon iets wat we gekocht hebben, dat is toch lekker. Lekker aardappeltjes. Aardappeltjes, ja. Bedoel, met vis en spinazie. Dat is lekker. Ja. Oké, we gaan. Ja. De meneer komt, of vanmiddag of vanavond, om even naar het water te kijken. Maar wij gaan nu even... Waarschijnlijk is er niks aan de hand en is dat gewoon... Ja, waarschijnlijk... De temperatuur wat het hier is. Waarschijnlijk gaat hij dat zeggen. Ja. Maar goed, dan... Ik hoop het dat maar... Ja. Er maar mee dealen, maar ja. Het is wel koud. Het is wel koud, ja. Het is maar... überhaupt al koud hier. Ja. In dit hele appartement. Dus een lekker warm douche, dat zou wel lekker zijn, maar... Dat is er dus niet. Dat zit er misschien ook niet. Nou ja. Nou ja. Hierna zijn we nog één keer ergens een week. En dan zijn we overal nog maar een paar dagen. Ja, in Peru. In Chili. Eigenlijk hier in Chili. Ja, dat bedoel ik. Oh, ja, in Chili. Ja. Nou ja, dan dat is misschien wel beter. Ja. Ja, maar ja, we gaan. Ik zal even laten zien hoe je bij de auto komt. Het is altijd een beetje een brand hier. Kijk, ik denk dat het hier gewoon open kan. Ja. Oké, nou, dan moet je dus hierheen. Kijk, hier is altijd enge gangen in... Ja. Oh, het is net gedweld. Dat moeten we oplossen. We hebben op de een of andere manier altijd een parkeerplek vlak bij de deur. Ja, heel goed. Daar is... Oh ja, die is Nadja. En hier is altijd onze huisdier. De perro. Oh, gisteren was die er. Nou, hier is dus de auto. Wij gaan naar de stad. Dit is hem, onze perrootje. Hij stond voor het hek, maar hij wilde graag naar binnen. Hij is denk ik hier de waar komt. Ja. Hij heeft lange pootjes. Ja. En een klein mondje maar op zich. Nou, we zijn weer in de Airbnb. Is het al warmer geworden? Nee. Nee. Het is nog steeds heel erg, koud. Ja. En buiten ook. Buiten ook, ja, zeker. Ik heb een muts gekocht. Oh ja, dat had je misschien al gezien. Dacht je, een muts? Ja, het is kijk, een muts. Een rode muts. Het was maar een paar euro. En het was wel nodig, want het is koud buiten. Heel erg koud, kijk. Juist. Altijd cool. Ja, het is nog steeds heel erg koud. Hadden ja. We geluncht. Oh ja, ik had een heel groot broodje. Ik had misschien wel een halve liter soep. Ja. Dus we gaan vanavond niet meer eten, want we zitten nog heel erg vol. Ja, zeker. Maar we hebben wel voor het weekend en het weekend daarna denk ik ook wel alvast heel veel lekkere dingetjes gekocht. Ja, zullen we even laten zien. We hebben best wel veel hoor. M&M's. Goedkope versie van M&M's. Ja, maar je zit maar heel erg van het jammer. Dit is wat het is. Ja. Zonde. Dit. In Nederland is ook weinig, maar wel meer dan dat. Twee dingetjes, Oreo's, een zak popcorn met kokoskaramel smaak. Bijzonder. Kijk, en dit hebben we eigenlijk in Canada al ja. Gekocht. En nu hebben ze het ook hier tot in hier maar gekocht. Koekjes met maple syrup smaak. Ja, ik kan nog een beetje aan Canada terugdenken dat het daar leuk was. Ja, een Twixje. Oh ja. Gewoon een kleintje, die gaan we even samen delen. Ja. Een bak met koekjes. Ja, het doet mij denken aan liga's, maar het zal geen liga zijn, maar
ben benieuwd hoe het smaakt. Ja, ik ook. Reep chocola met amandelsaus erin. Amandelsaus. Ik hoop marsepein. Dat zou lekker zijn. Dat is ook wel een soort amandelsaus. Ja. En een milkareep. Die hadden wij de vorige keer ook hier. Nou, bij de vorige keer hebben die was heel erg lekker. Ja. Nou, Brandy heeft nog een pyjama gekocht, want het is heel erg koud. Ja, dus want vandaag was het best wel koud ook, dus ik dacht het is wel lekker om even een pyjama aan te hebben. Normaal heb ik een korte pyjama, maar hier is het wel even nodig. Nou, we gaan dus niet avondeten. Nee. Maar we gaan wel nog kijken wat we allemaal gaan doen. Kijk, deze zak hebben we nog, hè? Lekkere dingetjes. Hebben we nog een zak van lekkere dingetjes? Kijk, we hebben dit. Ja. Wat gaan we nog meer doen? Dit. Wow, dat was ik vergeten hier. Oh ja. Super achter. Ja. Oh, dan kunnen we nog wel twee weekenden gebruiken. Oké, dus we gaan straks even kijken wat we allemaal gaan doen. Ja, wat we hier kunnen doen. Ja. We willen één dag sowieso naar thermale baden. Ja. Dat je er ook in kan. Ja. Dus niet dat ze koken, want soms koken ze dat. Ja, dat hebben we gezien. Dat is natuurlijk een beetje warm. Maar gewoon dat het bijvoorbeeld lekker een keer zo gaat. Dat zou lekker zijn. Wij zijn zo terug met de planning. We zitten hier aan tafel. Samen. Al heel lang? Ja, al heel lang. We hebben heel de avond uitgezocht wat we hier in de buurt gaan doen. Het is een beetje moeilijk om het goed uit te zoeken. Maar morgen gaan we in ieder geval naar een nationaal park. Puyehue of zo. Ja. En dat is ongeveer 2 uur rijden. En dan gaan we daar wandelen als het goed is. Zaterdag gaan we naar de thermale baden. Waar je in kan. Dat is ook daar. Zondag hebben we een excursie geboekt en dan gaan we naar de vulkaan. Maar omdat het hier nu winter is, is het soms best wel moeilijk om er te komen en om een goede wandeltocht te vinden. Je kan ook zelf bij de vulkaan komen met de auto en dan kun je ook een wandeltocht doen. Maar je moet van dat park daar verplicht met sneeuwkettingen onder je auto rijden. Nou, en dat hadden wij dus niet. Nee. En dat ga ik ook niet doen, want dat is gewoon te gevaarlijk. Als ze dat al aanraden, dan is het daar dus heel erg glad. Dus we gaan een excursie daar naartoe doen. Dan zie je dus meerdere dingen, ook nog watervallen. Ja. En ook de vulkaan. Ja. Dus. En dat is veiliger, dan ga ik zelf niet rijden. Nee, maar dan precies. Dan is het met een ander. Ja, dat is wel prettig. Die het al vaker heeft gedaan. Ja. Ja, precies. Hopelijk gaan er dan ook andere mensen mee. Dan vind ik het ook nog wel wat veiliger. Ja. Maar het is heel erg koud hier. Ik heb al een hemd aan. Een shirt met lange mouwen en een trui. 2 paar sokken, gewoon een broek en een muts. En ik heb het nog koud. Ja. Ben je het ook koud? Ook koud. Ja, het is echt heel erg koud. Ja. Maar er is ook geen verwarming, alleen maar dit kacheltje. Kijk, daar gaat hij. Kijk, nu staat het dus aan. En dit is dan de stand haai, hè? Ja, dat is dus al de hoogste stand. Dit is nepvuur. En als je dus gaat douchen, dan moet je ook niet veel warmer van. Nee. Dus ik ga zo eventjes denk ik lekker in bed liggen. Ja. Straks als het goed komt om te kijken of het water te koud is. Maar het is echt wel koud hier. Ja. Het is nu ongeveer 10 uur. Ja. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus we gaan lekker slapen. Hoe laat moeten we morgen nou weg? Ja, dat vraag ik naar het park. Vaak. 7:15 wekker, 7:30. Ja. Is de ontbijt al klaar? Ja. Oh, dan zitten we al eerder in de auto. Wij gaan lekker slapen. Ja. Oké. Wel rusten. Tot morgen. Doeg.